Vorige week namen we korte portretjes op van de genomineerden. En vandaag, op 14 april, vond de uitreiking plaats van de Kenau Hasselaarprijs. Je zal maar genomineerd zijn. Die prijs is in ieder geval al binnen. En daarmee alvast van harte gefeliciteerd. Want jullie zijn dat alle drie in ieder geval. Hoera! Maar er kan slechts één winnaar wezen. Het project Buurtvaders van Stichting De Brug kreeg door Astrid Verkleij een steuntje in de rug. De stichting Samen Haarlem. Straks raakt heel Schalkwijk bevriend. Daar heb je jongeren, daar heb je haar, daar hem. En Mirjams Wereldkeuken bij Stem in de Stad. Met hoeveel uitroeptekens schrijf je dat? Ik heb voor alle drie de genomineerden 4 gedichtjes gemaakt, of uitgekozen, laat ik het zo zeggen. En die zijn in brede zin toepasselijk op wat zij doen en willen. Mirjam Rentema, dames en heren, wereldkeukenvluchtelingen en andere culturen. Eenzame daklozen. Zelfs de muren komen niet meer op me af. Mirjam, mag ik hem je toegooien? Ja. Astrid, de buurtmoeder onder de buurtvaders. Gedicht van vroeger uit mijn buurt, bezorgd. Stevast kwam onze groenteman na een verblijf bij de buurvrouw vrolijk fluitend naar buiten. En mijn moeder mompelde dan, ze zijn weer bezorgd, de spruiten. Voor jou, alsjeblieft. Dus dit is samen, dat is de laatste, dat is even kijken. Dan gaan we, ja, de twee Mohammeds. Alle bevolkingsgroepen verbinden, nou, hartstikke mooi allemaal. Jong en oud bijvoorbeeld, jong. Ik ben zelf ook jong geweest. Dit gedicht heet Winter 1933. Dank u wel. Deze is voor de laatste moment. Werk door jury. Dus die hebben het voorwerk gericht. Maar doen we nu dan uiteindelijk het echte werk. En de winnaar is, dames en heren, Mirjam. Om deze waardering te krijgen? Nou ja, ik ben heel erg trots op dat we met elkaar zoiets moois doen en dat dat gewaardeerd wordt. Dat vind ik wel heel erg super, want we maken nooit reclame. We doen het eigenlijk heel stiekempjes eigenlijk. En ja, het is blijkbaar wel iets wat mensen